De Stichting Ypsilon heeft maandag een gespreksavond georganiseerd met als onderwerp: hoe belangrijk is de samenwerking tussen behandelaar en familie en is men hier tevreden over? Het doel van deze gespreksavond was om na te gaan of de stichting op de goede weg is voor wat betreft de behandeling van patiënten die aan een psychiatrische ziekte lijden. Joyce Dawson, voorzitter van Stichting Ypsilon, is een goede relatie met de familie een noodzaak. De familie en de zorgverlener zijn de belangrijkste schakels in de geestelijke gezondheidszorg, zegt Dawson. De familie is een partner in de zorg en niet alleen wanneer het uitkomt. Ja? Ze moeten het altijd respecteren. Zoals de familie ook contact wil hebben, dan moet het ook gerespecteerd worden. En niet van hallo, nee, nu heeft de cliënt zijn rechten. De familie heeft ook grote invloed op het ziekteverloop van de cliënt. Ja? En zij maken de cliënten langer thuis mee dan wanneer ze hier even voor 5 minuten voor behandeling komen of 2 dagen in de observatie. Thuis ben je in je hele leven geconfronteerd met zo iemand. Ja? Dus je moet gekend worden in die behandeling. Voor de meeste mensen met langdurige psychiatrische problemen is de familie zelfs de belangrijkste zorgverlener in Suriname. Joyce Dawson, voorzitter van Stichting Ypsilon. Volgens sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Mahelia Breuster zijn er 3 partijen betrokken bij de behandeling van patiënten die aan schizofrenie of een andere psychiatrische ziekte lijden. En de 3 partijen zijn de cliënt, de familie en de behandelaar. Ik denk, ik ben zelf behandelaar, dat je als behandelaar niet om de familie heen kan. Dat gaat gewoon niet. Maar wat mevrouw Dawson ook aangaf, omdat ik zelf behandelaar ben, zien de patiënt, ja, pakweg een 30 minuten in de kamer. Of als je op huisbezoek gaat, zie je de patiënt dan in zijn natuurlijke omgeving ook maar even. En de resterende tijd moet je van informatie hebben van de patiënt. Ik liet ook vallen dat er een onderzoek geweest is, hè, in 2012 met betrekking tot familieparticipatie. En de conclusie van het onderzoek is dat als familie 100% betrokken wordt bij de behandeling, dat je ook minder terugvallen hebt. Mahelia Breuster, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ze sprak maandag tijdens een gespreksavond van Stichting Ypsilon met als onderwerp: hoe belangrijk is de samenwerking tussen behandelaar en familie en is men hier tevreden over? De gespreksavond is gehouden in de conferentiezaal van het Psychiatrisch Centrum Suriname.